Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bijzonder Laren, Wierda en Partners Vermogensbeheer en Walter en Roland. In een dorp als Laren bestaat de brandweer uit allemaal vrijwilligers. Met 11.000 inwoners hebben wij er wel 22. En die redden ons op het moment dat er brand in huis is. En daar zijn we ontzettend blij mee met al die rieten daken. Ik maak dus graag een diepe buiging voor alle brandweermannen van Nederland die dat voor ons doen. Dankjewel Robert. Dankjewel Norbert. Graag tot later. De komende 8 weken gaan we hier mooi in het gooi maken, in de orangerie van Singelaren. En we zijn hier op heilige grond, want in de jaren 60 en 70 maakte Willem Duis hier al zijn fameuze Voor de Vuist weg, met Vissenkom. De komende half uur hebben we reportages uit het gooi en praten we met leuke, interessante, boeiende en gepassioneerde mensen. We hebben een echte butler. We hebben Hans Siebijn, die ons gaat vertellen hoe we rijk kunnen worden. That's a promise. We hebben Martijn Lecoultre, die opstaat voor de cultuur en een actie heeft bedacht. En het begint al een beetje herfst te worden. En Marcel weet alles van open haarden en laat ons de laatste snufjes zien. We hebben natuurlijk de mooiste plekjes in het gooi. We gaan koffie proeven, hele lekkere Gooise bonen natuurlijk en niks anders. En we hebben als klap op de vuurpijl de one and only Wim Jordaan, die ons met een rake observatie over het gooi gaat verrassen. De lat ligt hoog, mensen. In het museum kunnen we de tentoonstelling Schilders van Licht zien. En dat zijn met schilderijen van Monet tot Sluiters. Zeer aan te bevelen, ik heb hem al gezien. Maar hier hebben we museumdirecteur Jan Rudolf de Lorm zelf. Oh, met een heel mooi schilderij. Jazeker. Vertel. Nou, dit schilderij, Ineke, dat is echt mooi in het gooi op het lijf geschreven. Het is 1911, Jan Sluiters, Larens landschap met fietsers. En het nieuwe leven en de nieuwe schilderkunst, die vinden elkaar in verf. En wat voor verf, moet je kijken. Knalkleuren, geel, rood, oranje, groen, roze en paars. Het is het uitzicht van de Hilversumseweg, precies op de grens van Laren en Hilversum, vanuit de Villa Vita Nova. Die bestaat nog altijd. Het nieuwe leven, Villa Vita Nova. Nu raast daar de A1 overheen, maar toen natuurlijk nog niet. En wat we zien, dat nieuwe leven, als we goed kijken, het zijn niet de schaapjes die rondlopen over de hei. Het is een voetbalveld in 1911. Ajax, opgericht in 1900. Gloednieuw. En dan telegraafpalen. Die geven een beetje de diepte van het schilderij weer. Met daar overheen elektriciteitskabels. Met die gele bolletjes, het knisperende, de elektriciteit. Die het signaal doorgeeft van de nieuwe stoomtram. De stoomtram die de Amsterdammers naar Hilversum en het Gooi brengt. En zo de rijke fabrikanten, nou vandaag weten we wat ervan gekomen is, naar het Gooi brengen. En de kunstenaars, naar de kunstenaarskolonie. En als klap op de vuurpijl, die fietsers. En dan denk je, nou ja, fietsers, nou en? Een fietsende vrouw met een hoedje. En fietsen, dat was iets totaal nieuws. In Amsterdam, waar nou het Zuiderbad is, daar was een fietsacademie, Velox. En daar kon je dus leren fietsen. Dus een fietsende vrouw in een nieuw Goois landschap. En die vrouw, daar gaan we het even over hebben. Dat is Greet van Koten, de nieuwe geliefde van de jonge schilder Jan Sluiters. En die was heel stout, Jan Sluiters. Die had een vrouw en een babytje in Amsterdam, werd verliefd op Greet, nam de benen naar het gooi en ging daar 2 jaar lang in kamers in die Villa Vita Nova deze prachtige vernieuwende landschappen maken. Nu te zien, Larens landschap met fietsers van Jan Sluiters in de tentoonstelling. Je zei het al, Schilders van Licht tot 10 januari in Singelaren. Genieten. Kasper,
Of moet ik James zeggen? Dat mag allebei, mevrouw. Ja, want jij hebt een butlerservice. Ja, zeker. Ja. Vind ik wel heel goois. Ja. Vertel, wat doe je allemaal? Het klinkt heel goois en dat is het ook wel redelijk. Het is een moderne butlerservice. We doen uw dagelijkse taken, maar ook speciale gelegenheden. Chauffeursdiensten, maar ook feestjes. Nu even iets minder natuurlijk met de huidige maatregelen, maar wij organiseren alles voor u. En je zit in het hele land? We zitten in Gooien-Vechtstreek, Utrecht, Amsterdam en Arnhem. Heb je al veel klanten? Het kan natuurlijk altijd meer als ondernemer sprekende, maar ik mag niet klagen. Heb je nog tijd voor een klusje? Heel graag zelfs. Wil jij ons hier misschien helpen bij de bar, want wij hebben nog niemand. Dat lijkt mij een zeer grote eer. Dank u wel. Veel succes. Dank u. Marcel, jij bent een specialist in open haarden. Inderdaad, ja. En het wordt weer herfst, dus ik dacht, het is echt een goed idee om jou eens te vragen, want er zijn zoveel ontwikkelingen. Inderdaad, ja. Maar zijn er nog huizen in het Gooi die geen open haard hebben? Heb je hier nog klanten? Ja, zeker. Ja. Er zijn heel veel oude woningen hier in het Gooi, met oude open haarden, oude schoorstenen. Dus daar is heel veel te vernieuwen. Wat we vaak doen is in een oude open haard een complete nieuwe inzet erin doen met een hoog rendement. Waardoor de klanten eigenlijk veel meer gemak hebben. Er zit een deur voor. Ze kunnen boodschappen doen, naar bed toe gaan. Ze hebben een schone verbranding. De buurt is blij. Het stinkt niet meer, het rookt niet meer. Dus, ja. En een veel warmer huis, denk ik, hè? Veel warmer huis, ja. Ja. En een lagere stookrekening. Ja. Ja. En denk je dat we mogen blijven stoken op hout? Wat is jouw idee over de toekomst? Ja, zeker. Ja, wij zijn lid van brandsvereniging. We zitten met politiek om tafel. Het is belangrijk dat de mensen een goedgekeurde kachel hebben. Een zuinige kachel, die voldoet aan alle strengste eisen. En er zijn ook heel veel alternatieven. Gashaarden, pelletkachels, nieuwe elektrische haarden, hologramhaarden. Dus er is heel veel keus tussen. Ik ben heel benieuwd. Wij zijn even gaan kijken bij jou in de showroom in Lelystad. Ja. En daar heb je er een hele hoop staan. Dit is een elektrische haard en die brandt op water. Het klinkt gek, je ziet water branden, maar het is condens wat je hier ziet. En daar zitten speciale lampen, die zitten erop gericht, waardoor je zou denken dat het echt houtvuur is met echte rook. Ideale uitkomst voor mensen zonder rookkanaal of in een appartement of mensen die niet met hout willen sjouwen. Makkelijk, druk op de knop. En je hebt ook nog de mogelijkheid dat die warmte geeft. Maar ik zie echt een rook. Dat klopt, dat lijkt net echt. Hoe kan dat dan? Het is condens en daar zitten speciale lampen op gericht, waardoor het net brandend hout lijkt, echt rook. Ja. Hij fikt goed meteen, zeg. En dit is een gewone houtkachel. Dit is een gewone houtkachel met de strengste normen, waardoor die heel zuinig brandt en waardoor je veel minder hout nodig hebt. Nou, het mooiste van deze kachel is, het maakt niet uit op welke plek je hem in de woonkamer zet, want je kan hem gewoon draaien. Je kan gewoon zeggen van ik draai hem naar de eettafel toe of ik draai hem naar de zithoek toe. Ik vind dit altijd zo'n ontzettend mooi model. Dat lage, brede, dat ziet er zo geweldig uit in elk interieur. Ja, het is een mooie brede gashaard. Deze is 1,20 meter breed, maar die is er ook nog breder en die is er smaller. Het mooie van een gashaard, de afstandsbediening. Druk op de knop, hij is aan. Ga je naar bed toe, gaat hij uit. En dit is natuurlijk een hele mooie ruimte voor de televisie, hè? Als je daarvan houdt. Is het lekker om hier de televisie boven te hangen. Kan heel goed. Proost. Aan tafel ook Martijn Lecoultre, notaris in Laren, die een geweldige actie heeft bedacht om de cultuur te helpen. Maar nu hij hier toch is, heb ik hem gevraagd of we even bij hem thuis mogen kijken. Want hij heeft een van de mooiste landhuizen in het Gooi gerestaureerd. Kijk eens. Oh, de hond. Pas op met de hond. Kom erin. Dag Ineke, goed je te zien. Hi. Nou, zoenen doen we niet, dus hoppakee, gaan we. Welkom. Nou ja, Inge, dit is waar het allemaal om draait. Hè? Dit is het centrale gebeuren van het huis. Een hal om te dansen. Dit is nou typisch Hamdorf, dat zijn van die grote kasten met van die scharnieren erop. Kijk, en dan doe je het open en dan heb je daar je.
Heijerang. Oh. Kijk, en dat is zo bijzonder, hè, dat dit nog niet volgebouwd is. Het is ook te koop, maar we willen het wel graag zo houden. Ja. Het sfeertje moet zo blijven. En dat is gelukkig ook beschermd. Hoeveel meter is het, die tuin? Het is ruim een hectare, ja. En het is te koop. Hij heeft een geweldig initiatief ontplooid als notaris om de cultuur te helpen. Vertel. Ja, het is heel simpel. Ik was deze zomer 25 jaar notaris. Nou, dan hou je een receptie, dan geef je een feest, noem het maar op. Nou, corona, corona, corona. Niets. Dus toen dacht ik, de cultuur zit in de verdomhoek. Eén groot probleem, dus ik ga iets doen om mensen die zich inzetten voor de cultuur en die kleine musea die niet door de overheid al gesteund worden, steuntje in de rug te geven. Dus ja, notarissen doen transporten, aankoop, hypotheek van huizen. Dus iedereen die komt, die krijgt 250 euro korting, mits je het wel geeft aan dat goede doel. En dan mag je het dan helemaal zelf uitkiezen. Doen alle notarissen in Nederland mee? Dat zou mooi zijn. Ik ben ermee begonnen en Zwaan kleef aan, dus ik hoop dat het een beetje navolging krijgt. Ja, doe eens een gok. Hoeveel geld kunnen we hiermee ophalen? Ja, als iedereen echt meedoet, en zeker als ook nog de makelaars gaan meedoen, dan kan het zomaar tientallen miljoenen zijn. Meer informatie hierover zie onze website. Tot zover het eerste deel van dit programma. Blijf bij ons, we hebben nog veel meer. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bijzonder Laden, Wierna en Partners Vermogensbeheer en Tim's Menswear Laden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bijzonder Laden, Wierda en Partners Vermogensbeheer en Juke Plus Size Fashion. Hij is lekker, hè? Ik zit hier aan de Gooise Koning. Een nieuw koffiemerk in het Gooi, Gooise Bonen. Wat is daar bijzonder aan, Rianna? Nou ja, met elke kop koffie willen we echt het verschil maken. En dat doen we lokaal en ook op het gebied van duurzaamheid. En we verkopen koffiecupjes, bonen en thee. En wat is nou anders aan deze koffie? Omdat je ook ecologisch bezig wil zijn, geloof ik. Dat klopt zeker. Eigenlijk zijn alle cupjes en de koffiezakken zijn van composteerbare materialen. En dat betekent dat deze koffiecup bijvoorbeeld na 18 weken vergaat en dat er alleen nog maar voedzame compost over is. En ja, er wordt al genoeg plastic en aluminium gebruikt op deze wereld, dus daar werken we niet aan mee. Hartstikke goed. En je doneert aan een goed doel. Je doneert aan de voedselbank onder andere. Dat klopt. We doneren aan de voedselbank. We hebben nu een hele mooie donatie gedaan. En wat we eigenlijk doen is voor elke koffiecup of koffiekop die er gedronken wordt, doneren wij 1 cent schoon aan een lokaal goed doel hier in het Gooi. En dat lijkt misschien niet zoveel, maar ja, in Nederland drinken we zo'n 36 miljoen koppen koffie per dag. Dus reken maar uit. Ik drink er zelf al 5. En er zijn heel veel verschillende initiatieven in het Gooi om te steunen. Dus elk kwartaal wisselen. En op dit moment steunen we dan de Droomboom in Blaricum. En zo willen we dus met elke kop koffie echt het verschil maken. Voor meer informatie zie de website. Dankjewel, Rianna. Graag gedaan. Hans Siebein, jij bent vermogensbeheerder al bijna 35 jaar. En je zit nu ook in het Gooi. Klopt. We zitten hier nu ruim 10 jaar. En we zitten sinds kort ook in de Lindenhorst. En achter jou, schuin achter jou, zie ik een heel bekend gezicht zitten. Dat is jouw collega Edwin Wierda. Ja. Want ik ken jou van Harry Mens. Het is heel fijn dat je hier bent, want wij willen natuurlijk best weten hoe dat gaat met beleggen, maar dan in gewone mensentaal. Ja. En daar ben jij de juiste man voor. Ja, dat zal moeten blijken of ik je kan uitleggen of je dat ook begrijpt, zeg maar. Laten we bij het begin beginnen. Want waarom ga je beleggen? Waarom zet je je geld niet gewoon op de bank? Ja, nou, om te beginnen hebben we vandaag de dag hele rare tijden. Negatieve rentes. Dus ja, als je geld over hebt en je zou het op de bank zetten, dan is het in veel gevallen zo dat je debetrente moet betalen. Oftewel, je betaalt geld om geld op een bank te mogen zetten. Dus als je wat extra's over hebt en je kunt het een tijd missen, dan is het goed om dat gespreid te beleggen. Is dat echt bij alle banken zo dat je negatieve rente betaalt tegenwoordig? Bij een aantal banken is het zo dat je inderdaad negatieve rente moet betalen. Oh. Boven een bepaald saldo. We mogen wel eens gaan opletten hier. Maar goed, bij de bank kun je ook beleggen. Wat is dan de meerwaarde om naar jou toe te gaan? Het is heel belangrijk om persoonlijk contact te hebben en bereikbaarheid. Het is heel belangrijk. En we hebben 2 kantoren, eentje in Assen en een mooi kantoor in Laren, de Lindenhorst.
En ja, we hebben 2 telefoonnummers en wij zijn altijd bereikbaar, in feite. En een persoonlijk contact natuurlijk. Dat is altijd belangrijk. Ja. Ja, dat is fijn om te weten met wie je praat. Ja. Kijk, zo ziet geluk eruit, Hans. Dat willen we allemaal wel. Wat is het minimumbedrag wat je nodig hebt om bij jou te kunnen beleggen? 100.000 euro is het bedrag waarmee we kunnen starten. Ja. En goed, stel ik heb die ton over, wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan we allereerst natuurlijk kijken wat je wensen zijn en hoe lang je het zou willen missen. En dat gaan we dan verdelen over de juiste aandelen, obligaties en opties. Maar dat vind ik altijd zo ingewikkeld, want ik weet dan niet wat ik wil, bijvoorbeeld. Ik hoor dan mensen in mijn omgeving zeggen van, ja, je moet dit, je moet dat, en de Shell doet het goed. En dit. Maar hoe kom je dan tot zo'n proces? Ja. Ja, we gaan allereerst in een gesprek natuurlijk kijken wat je wensen zijn en wat de mogelijkheden zijn. En waarom je ook wil beleggen natuurlijk. En dan gaan we kijken hoe we dat verdelen over de wereld, letterlijk. Over de wereld? Ja. Want? Nou, wij beleggen met name in Europa het grootste gedeelte. Een stukje in Noord-Amerika en in Azië. En dat doe je om het risico te spreiden, neem Klopt. Ik aan. Ja. We willen overal natuurlijk belegd zijn met, en zoveel mogelijk ook het risico spreiden. En zijn er dan effecten die het altijd goed doen? Je hebt de betere aandelen en de middengoede aandelen natuurlijk. Kan je daar iets over zeggen? Ja, het is belangrijk om sectorenwijd te kijken. Dus dat je verschillende sectoren belegt, omdat je risico dan ook minder wordt. Ja, dat snap ik. En dat weet jij allemaal, dus daar hoef ik me dan niet zorgen over te maken. Wij hebben op kantoor hele slimme mensen zitten die dat uitzoeken en bespreken in overleg. En hoe lang ben je dat geld dan kwijt? Want je kan niet zomaar opnemen, hè, het weggeven, het beleggen en het dan weer opnemen als je het nodig hebt, of wel? Nou, het leuke en het voordeel van beleggen in aandelen is eigenlijk dat je in tegenstelling tot vastgoed bijvoorbeeld, kun je eigenlijk direct ook weer over je geld beschikken. Maar je moet van tevoren natuurlijk wel een plan maken en een beetje in je hoofd hebben hoe lang je dat ook daadwerkelijk wilt beleggen. Jullie hebben een aantal magazines meegenomen, die mogen we hier weer uitdelen. Maar die kun je ook via onze website en via jullie website natuurlijk bestellen. Is dat handig als je meer informatie wil? Staat daar echt zinvolle... Ik zou hem zeker bestellen en kijken wat voor informatie erin staat. Is absoluut zinvol. Goed. Dankjewel. Ik wil er eigenlijk nog wel meer over weten, want we zijn nog een beetje aan het begin van de uitleg. Kom je nog een keertje terug? Ik kom zeker nog een keertje terug. En uiteraard ben je ook van harte welkom in de Lindenhorst. Als ik een ton over heb. Absoluut. Dankjewel. We zitten hier heerlijk naast die prachtige tuin van Piet Oudolf in Singelaren. En we hebben ook Laura Grijns aan tafel, want jij hebt een tuinenbrochure gemaakt. Ja, dat klopt. Het zijn eigenlijk verborgen parels. Heel weinig mensen weten dat er vier musea hier een tuinencollectie ook hebben als onderdeel van hun museum. Dit is de beeldentuin van Singelaren. En je ziet hier de prachtige bloemstructuren die Piet Oudolf heeft aangebracht. En daartussen staan alle kunstwerken opgesteld, momenteel van Pepe Grégoire. Heel bijzonder zijn de grassen en ook de structuren van de planten allemaal hier in deze tuin. Er zijn 4 museale tuinen in het Gooi te bezichtigen en onze eigen Karel Loef ging ook op bezoek. Behalve bij Singelaren zijn er nog meer bijzondere tuinen in het Gooi. Ik sta hier in Loosdrecht bij kasteel Siepestein. En dit kasteel werd aan het begin van de 20e eeuw gebouwd door Jonkheer van Siepestein. Hij legde een heel bijzondere, monumentale tuin aan en ging daarbij terug op de voorbeeldenboeken van de Hollandse tuinkunst uit de 16e en 17e eeuw. De tuin is inmiddels 100 jaar oud en daardoor is er nu veel aandacht voor restauratie. Want veel bomen zijn nu oud en aan vervanging toe. Dat kan je natuurlijk niet even zo doen zoals in je eigen tuin, want dan zou het hele concept van de tuin vernietigd worden. Een tuinarchitect en de tuinbaas zijn dit zorgvuldig aan het begeleiden. De beplanting is heel divers, met borders, prachtige bomen en berceaus. Dat is door Van Siepestein allemaal zo bedacht. Je kunt ook helemaal doorlopen, langs een dassenburcht, en dan kom je in de weilanden die uitmonden in de Drecht. Vandaar de naam Loosdrecht.
Een bezoek aan de museale tuinen in het Gooi is meer dan de moeite waard. En ik hoop van harte dat u zelf al deze mooie plekken gaat ontdekken. Ontdek je plekje met een knipoog en in herinnering aan oud-collega Joop Scheltens, die heel veel afleveringen voor de AVRO maakte. U zag hem al schrijven, krassen, denken en opnieuw gaan schrijven. En hier komt hij dan, de wekelijkse column van tekstschrijver en liedjeschrijver Wim Jordaan. Een van de goudvissen hier op tafel heet Nelson. Toen de producent hem in de dierenwinkel kocht, zei de verkoper nog: pas je goed op Johan. Maar RTL wilde met een schone lei beginnen en elke aanleiding tot een mogelijk gepolariseerde discussie vermijden. Dus werd in goed overleg besloten om onze zwartgesluide vriend Nelson te noemen. Ik zit nu al een half uur naar die kom te staren en hij doet me denken aan de goudvis bij ons thuis. Die zwom en woonde in een grote kom met steentjes en wat plantjes. En we noemden hem Toby, naar de hoofdrolspeler uit de televisieserie Roots. En Toby was de slavennaam van Kunta Kinte, wisten wij veel. Maar om alles schijn te vermijden en dit mooie programma een eerlijke kans te geven, zonder activistische interventie, wil ik graag een maxima mea culpa uitspreken voor het koloniaal denkpatroon waar wij als gezin in de jaren 70 nog middenin zaten. Ook wil ik graag kwijt dat het trieste einde van Toby niets te maken had met afkeer, rassenscheiding of impertinent denken. Het was gewoon een ongeluk. Onze moeder hield erg van zelfstandige kinderen en dus moest ik zelf de kom van Toby verschonen. Met chirurgische precisie werd Toby door mij in een theezeefje uit de kom gefitst. De kom schropte ik met gloeiend heet water en verzag hem van vers schoon water. Plantjes en steentjes erbij en klaar. Daarna besloot iets in mij dat ook de arme Toby wel een schoonmaakbeurt kon gebruiken. Ik hield het theezeefje onder een straal gloeiend heet water. De arme goudvis transformeerde in een seconde van een schepsel God tot een vreemd soort oranje-zwart bolletje met ogen aan de verkeerde kant. Tranen met tuiten. Mijn moeder zei: we kopen een nieuwe en we begraven Toby. De liefde van een moeder voor haar kind kent geen grenzen. Ik ben ervan overtuigd dat Nelson wel in goede handen is en dat er goed voor hem gezorgd gaat worden. Ja, dat gaan we doen. Dankjewel. Nou, Wim zit met een mooie pen schrijven en ik ook, want dat doen we in het Gooi. We gaan niet een beetje met die plastic pennen hier in de weer. En in samenwerking met Appelboompennen in Laren kunnen wij een giveaway pen, heet dat allemaal tegenwoordig, daar zijn termen voor, kunnen wij weggeven aan degene die de mooiste, leukste, grappigste, liefste, beste tekst of post wil zetten op onze Facebookpagina of op onze Insta-pagina. En die krijgt hem toegestuurd. En Wim, jij bent de jury, hè? Ja, is goed. Leuk, leuk, leuk. Nou mensen, dat zit er weer op. Volgende week zijn we er weer. En dan zijn we op zondag om 9 uur in plaats van om 1 uur, bij wijze van uitzondering. En u kunt de opname bijwonen. Singer heeft daarvoor hele leuke arrangementen samengesteld. Ga naar onze website en u gaat het allemaal weer terugvinden. Graag tot de volgende keer. Dag. Dit is Tante Honey. Ook een knipoog naar het verleden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vierda en Partners Vermogensbeheer, Singer Laren en Kwik 1905.